hablando sobre el tema. Voor Tony een echt zaterdag ontbijtje met een gebakken eitje, tomaten en kalkoenfilet. Voor mij ook een echt zaterdag ontbijtje, maar dan met havermout, cacao, banaan, lijnzaad en chiazaad. Heerlijk. Een hele goede morgen. Welkom bij weer een gloednieuwe dagvlog. Vandaag is zaterdag en ik ben alweer helemaal ready om de deur uit te gaan. Ik ga namelijk even vanuit een cafeetje aan het volgende werken. Ik weet dat het zaterdag is, maar ik heb echt gewoon super toffe plannen en ik wil het echt heel erg graag uitwerken. Nou heb ik natuurlijk al een Spaans kanaal, maar mijn plan is om een kanaal te beginnen waarbij je Spaans kunt leren. Dus waarbij ik jullie tips geef en lessen geef om de Spaanse taal onder de knie te krijgen. En ik ben heel enthousiast en ja, ik wil het gewoon doen. Dus ik ga nu even naar beneden en ik ben al 2 dagen ongeveer bezig met wat ideeën en zo uit te werken. En daar ga ik nu even verder mee. Tony die ligt hier op de bank. Hey wappie. Hey hondito. No, je va. ¿Viene conmigo abajo o no? No, hola, ¿cómo te chavo? Venga, ¿qué te dejo? Yo aquí te lo bajo, que yo bajo. Eso. Ik was gisteren dus trouwens de hele tijd aan het doelen en aan het, hoe noem je dat ook weer, letteren of zo, lettertekenen. En ik vind dit zo leuk en ik heb wel eens van die boekjes gezien waarmee je dat kan leren. Dus ik denk dat ik gewoon straks ook even op zoek ga naar zo'n tekenboek om dit echt goed te kunnen doen. Want ik vind het zo leuk om te doen. Zijn er nog meer mensen die het doen? Als je een beetje een YouTube-fan bent, dan weet je waarschijnlijk waar dit vandaan komt. Ik was een video aan het bekijken van Diana en die liet zien hoe zij dat deed. En toen dacht ik, oh, ik probeer het gewoon even snel. Het staat hartstikke scheef, want dit komt niet mooi uit. Maar voor de eerste poging vind ik het best goed gelukt. Ik ben heel benieuwd of er meer volgers zijn die dit doen. Ik ben namelijk gek op tekenen en op knutselen en op doen. Let's go. Ik weet niet wat ik meemaak, jongens. Tony heeft gekookt. Pasta carbonara. En wat een groot bord. A ver, déjame que lo pruebe. Poquillo. Falta sal. Lekker. Heel lekker. Si no había. Samsung Galaxy S8, mm. Super lekker. Ik ga voor mezelf even een soepje maken nu. Kom ik zo bij terug. Ik heb hier pompoensoep met zeg maar een soort crème soep, hele dikke soep. Met een volkoren broodje erbij en in de tussentijd zit ik even lekker te editen. Heerlijk hoor. Video geüpload, wat ideeën uitgewerkt. Nu is het tijd om, jawel, te sporten. Woehoe. Dat moet ik niet meer doen. Ik heb gisteravond, dus ik ben al helemaal voorbereid, 4 video's gedownload. Of 3. Eentje voor de booty, eentje voor de abs en eentje voor de legs. En die zijn elk ongeveer 10 minuten. Die wil ik gaan doen en dan wil ik daarna dit gaan doen. Dit zijn de oefeningen die ik van mijn fysio heb meegekregen voor het rekken van mijn beenspier. Gisteren was ik dus bij de fysio en toen vertelde ik dat ik dus af en toe weer een beetje last had. En toen zei hij, ja, dan moeten we dus erachter zien te komen waar het fout gaat. Eigenlijk is het heel simpel. Je hebt geen overgewicht, je bent niet heel oud. Dus iets in je manier van trainen of rusten of voeding zit niet goed. Nou, mijn voeding zit goed. Ik rust ook genoeg. Dus dan moet het dus blijkbaar de manier van trainen zijn. Toen vroeg hij mij of ik wel genoeg rekken en strekken deed. Toen zei ik, ja, juist op aanraden van jullie ben ik yoga gaan doen. En rekken en strek ik bijna elke dag. En toen wilde hij dus een test doen waarbij hij precies kon zien hoeveel flexibiliteit ik had in mijn hamstrings en in mijn kuiten. En toen bleek dus dat ik in mijn kuiten veel te veel flexibiliteit had. 10 centimeter verder kon ik komen dan een normaal mens met veel flexibiliteit. En mijn hamstrings die hadden bijna geen flexibiliteit. Dus dat is een enorm contrast. En dat blijkt dus te komen omdat ik mij verkeerd strek. Dus dat is heel grappig, dat is heel makkelijk te laten zien. Ik zal even... Kijk, ik zit hier nu op een stoel. Toen zei hij... Ja. Als je recht zit, helemaal recht, dus echt rechte rug, en je probeert je benen omhoog te doen. Kijk, ik krijg hem gewoon echt bijna niet omhoog met rechte rug. En daarom is het dus te zien dat ik hier in mijn hamstring bijna geen flexibiliteit heb. Maar doe je zo, ga je een beetje ingezakt zitten, dan komt hij opeens veel verder. En zo was ik dus aan het strekken. Dus ook als ik naar beneden boog, dan deed ik gewoon een beetje zo. Ja, en dan kom je helemaal tot de grond. Of zelfs zo, door dit een beetje te buigen. En toen zei hij, probeer jij eens echt recht te staan. En dan kom je opeens niet meer zo ver. Dan kom ik niet verder dan dit. Dus daarin is te zien dat ik hier helemaal geen flexibiliteit heb. En in mijn kuiten te veel flexibiliteit.
Nou, wat er dan gebeurt, is dat het, omdat het hier enorm trekt en hier heel erg mee rekt, gaat er hier in het midden iets fout. En dat is dus ook waar mijn blessure zit, bij mijn kniebees. Dus voor nu heb ik al mijn oefening meegekregen om mijn hamstrings beter te rekken. Ik ga nu even lekker trainen en dan zie ik jullie zo. Wow. Hey guys, Kathy hier en welkom bij je body toning bootcamp. Tijd voor workout nummer 2. Met Noor. Nice and light, guys. Nice and light. Workout 3. Seesaw in the air, this is so awesome. Come on, up. Workout zit erop. Eigenlijk hoor je die workout 4 keer te herhalen en dat is dan 1 volledige workout. Maar daar heb ik geen zin in, dus ik heb er 3 in totaal gedaan. Dat waren ongeveer 24 minuten en ga ik nu nog even een half uurtje rennen, 5 kilometer. En dan voel ik me weer allemaal top. Best wel een beetje rood nog van de inspanning. Maar ik ben van plan gewoon een rustige 5 kilometer te lopen, dus dat moet lukken. Haast, haast, haast. We zijn alweer onderweg naar beneden. We hadden even op de lift. We gaan namelijk naar Rafa en Lorena. Vandaag is een hele speciale dag, een feestdag hier in Spanje. En dat gaan wij in Fuengirola vieren. Hola, amore. Hola. Hola, wat. We hebben ons allebei een beetje opgetut. Ik heb een nieuwe rok aan. En nog het een en ander. Dat laat ik jullie zo zien. Maar we moeten eerst even... We hadden net een beetje haast, dus ik had geen tijd om het goed uit te leggen. Of eigenlijk dacht ik gewoon niet echt goed na. Af en toe pak ik de camera erbij en dan ratel ik erop los. Maar vervolgens kraam ik alleen maar onzin uit. Guilty. Maar goed, we gaan nu dus eerst naar Rafa, want ik moet nog steeds mijn video uploaden. En ik heb al mijn internet besteed. 12 gig aan video's. En nu zit ik dus steeds op data roaming. En volgens mij krijg ik echt een enorme rekening aan het eind van de maand. Maar goed, het is maar tijdelijk, moet ik maar denken. We gaan even naar Rafa en dan gaan we daarna door naar Fuengirola. Daarom ben ik ook zo opgetut. Want we gaan namelijk uit met een vriendengroep van Rafa en Tony uit Boegalanse. Die zijn nu in Fuengirola. Die zijn het hele weekend hier. Dus daar heb ik heel veel zin in. Omdat ik al een tijdje niet uit ben geweest. En ja, soms heb je gewoon van die dagen dat je daar zin in hebt. En soms niet. Ik heb het volgende aan. Deze kokerrok. Hij komt tot mijn knieën. Maar nu ik zit, zie je dat niet. En ik heb hakken mee in mijn tas. Ik heb nu even mijn Power Girl schoentjes erbij aan. Noodlipjes. Tony heeft zijn polo aan. Hé? Ken je was tu polo? Mucha calor. 25 graden, hè? 25 graden. 25 graden zonder zon. Ik heb het ook behoorlijk heet, moet ik zeggen. Maar goed, uiteindelijk heb ik dus 5 kilometer gerend. Heb ik het al verteld, volgens mij wel. En ja, ik ben echt behoorlijk moe. Even kijken op hoeveel stappen ik al zit vandaag. 11.000 stappen, jongens, volgens mijn Fitbit. En dan gaan we nog de hele avond dansjes doen. Hallo. Hallo. Kijk, hoi, gaat het goed? Weer hier zitten. Ja, goed. Goed, lekker. Lekker, ja, lekker. Ik ben hier met Lore. En die ziet er ook helemaal mooi opgemaakt uit. En Rafa ziet er flitsend uit. Het is listo para fiesta. Sí. Yeah. Venga, venga, venga. Para hacer emoticono, tío. ¿Preparado? Listo. Ja! Ah! We zitten inmiddels lekker bij een restaurantje. Een visrestaurant en het heet El Choco. En ze hebben echt van alles. Dus het schijnt heel goed te zijn. We hebben een half uur moeten wachten op ons eten. Maar komt eraan. En ik zie hier al van alles. Dit vind ik dus echt heel vies. Zijn er mensen die dit eten? Ik zou dit dus echt never, never, ever nooit eten. Hier ook nog een en ander. Dit vind ik ook heel vies. Maar mijn eten wordt lekker. Oh jongen, dit kan echt niet waar zijn. Dit is toch zo vies? Oké, jongens, ik ga het gewoon proberen. Witvis met wat aardappeltjes en groenten. Oh, dit is echt wel heel lekker hoor. We zitten nu even op het strand met z'n allen. En dan zitten we even een drankje te doen. En het is zo gezellig, jongens. Met een muziekje erbij. En iedereen blij en gelukkig. Het is inmiddels al 1 uur. Ik weet niet of we nog uitgaan vanavond. Maar dat zien we dan wel. Ik ga niet drinken, want ik heb echt geen zin in een kater morgen. Maar ja, het is gewoon heel gezellig. We zijn weer in Fuengirola en dit is een hele fijne manier om de dag zo af te sluiten. De maan is ook super mooi. Je ziet helemaal die reflectie van de maan op het water. Zo mooi. ¡Ay, mira!
enséñame lo que tiene, Rafa. Dalo todo, dalo todo, dice. ¿Cómo rodea? ¿Cómo rodea? ¡Ey! ¡Ahora, compadre! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Se arranca! ¡Se arranca! ¡Vamos allá! Ponme algo del Fari. ¡Hola! Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Con ese imán y con sol del metal, me voy acercando, voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso.